Het WTC Expo in Leeuwarden is weer de place to be voor de watersportliefhebber. Boot Holland wordt gehouden en dat is zo'n beetje het eerste teken dat de lente eraan komt. Jammer genoeg hebben een aantal Friese botenbouwers dit jaar de Friese botenbeurs links laten liggen. Dat zorgt voor een extra ruim opgezette beurs. Maar is tot woensdag nog volop te zien. Dit jaar staan aan de motorbootstijger in de Saxehal niet minder dan 20 stalen schepen die op Boot Holland hun wereldpremière beleven. Ook is er een stevig aanbod aan open motorboten. Echte blikvangers zijn er ook. Een schip dat naar de verwachting een van de grote publiekstrekkers zal zijn, is de Baltus. Nog niet eerder in de geschiedenis van Boot Holland stond er zo'n groot motorjacht op de beurs. Dit schitterend klassieke nieuwgebouwde vaartuig met een stalen rondspannend romp heeft een lengte van maar liefst 17,77 meter. Een breedte van 4,90 meter en een diepgang van 1,40 meter.